Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Voor wie er nieuw is op dit kanaal, mijn naam is Peter Nolte en ik ben een landschapsfotograaf die hier op YouTube video's uitbrengt. Elke zondag neem ik jullie mee naar buiten de natuur in en dat doe ik veel ook hier in Roemenië waar ik de meeste tijd van het jaar doorbreng. Tussen de bergen en de beren en al het andere mooie wat er hier is. En op donderdagen release ik video's zoals deze waar ik het heb over gear, techniek, mijn gedachten over fotografie of een dikke samenwerking zoals deze. Nou, vind je dit soort content nou interessant of tof? Dan weet je wat je moet doen. Zorg dat je geabonneerd bent op dit kanaal. Het kost jou helemaal niks en het levert mij heel veel op. Dus alvast bedankt daarvoor. Goed, vandaag heb ik iets heel bijzonders voor jullie. Ik ben hier super blij mee. Ik wil al langer een video maken waarin verschillende fotografen gaan samenwerken aan iets. Ik ben een ontzettende fan van Paul Davids zijn video's. Paul is een Nederlandse gitaar-YouTuber trouwens. En hij maakt onder andere video's waarbij verschillende muzikanten van over de hele wereld eigenlijk, bijvoorbeeld over dezelfde akkoorden soloen of met dezelfde akkoorden loops maken of iets dergelijks. Ik zal even een linkje plaatsen aan het eind van de video. Ik vind het altijd hele fijne video's om te zien. En dat soort samenwerkingen heb ik nog niet echt voorbij zien komen in de fotografie community. Dus nou ja, wat doe je dan? Nou ja, dan moet ik het zelf maar gaan beginnen. Ik heb dus laatst 4 andere fotografen gevraagd om een van mijn foto's te gaan bewerken. En als allereerste, voordat we gaan beginnen, wil ik Ariska, Frank, Roy en Albert echt ontzettend bedanken voor hun medewerking aan deze video. Zonder jullie was dit echt een hele karige samenwerking geworden natuurlijk. En nog een meer karige video eigenlijk. Dus alvast super, super bedankt dat jullie je tijd hiervoor vrij hebben willen maken. Want laten we eerlijk zijn, het kost weer tijd om te editen en dan nog een video erbij te maken. Nou, in de beschrijving staan er dan ook links naar hun kanalen, YouTube of Instagram of wat dan ook. Dus ga ze vooral checken daar zo, dat hebben ze zeker weten verdiend. Nou oké, de opdracht was om van 6 foto's een zo mooi mogelijke foto te maken. Die foto's heb ik trouwens gemaakt na het filmen van deze vlog hier zo. Want de lucht begon nadat ik die video had opgenomen prachtig te kleuren toen ik naar huis reed. Dus ik ben snel naar een uitzichtpunt gegaan en kon nog net de foto's maken die we vandaag gaan gebruiken. Nou, vanaf dat uitzichtpunt heb je gewoon een heel mooi uitzicht over een vallei in de voorgrond, bergen in de achtergrond, er zit een dorpje in de vallei. En omdat het ook al donker begon te worden, vormden de auto's een prachtige light trail zo door de vallei heen. Nou, en dat samen met de mooie kleurrijke achtergrond van de zonsondergang. Prachtig, al zeg ik het zelf. Nou, het was best wel lastig om een goede belichting te maken. Ik fotografeerde tegen de zon in. En daarom heb ik ook meerdere belichtingen gemaakt en hebben ze nu 6 foto's. Want ook met een graduele filter was het gewoon niet te doen om het complete beeld in één foto te vatten en totale dynamische bereik te pakken. Nou, ik heb iedereen ook een setje foto's gestuurd en dat setje bestond uit een HDR van 3 belichtingen, nog eens 2 foto's met wat meer light trails en nog een extra belichting met de lucht erbij. Nou, met dat setje heb ik Ariska, Frank, Roy en Albert erop uitgestuurd met de vraag of dat ze die foto wilden editen zo goed mogelijk. En dan ook even wilden toelichten in zo'n 2 minuten hoe ze die edit hebben gedaan of waarom. En natuurlijk heeft iedereen een uitleg gestuurd die een heel stuk langer is dan 2 minuten. Maar dat had ik ook stiekem wel een beetje verwacht. Dus ga er lekker voor zitten, pak een kop thee, blijf vooral hangen tot het einde. Want het is best wel interessant wat iedereen er op zijn manier van heeft gemaakt. En vooral hoe ze dat hebben gedaan met de gedachten erachter. We gaan ze allemaal af, maar als eerste wil ik jullie voorstellen aan iemand die jullie misschien wel kennen. Hij is al eerder te gast geweest hier op dit kanaal. En in zijn video stelt zichzelf even aan jullie voor. Dus daar gaan we met onze eerste deelnemer. Yo Peter, en natuurlijk ook een hallo aan iedereen die deze video bekijkt, de volgers van Peter. Mijn naam is Roy Poots. Ook wel bekend hier op YouTube als Roy's.nl. Peter heeft mij gevraagd of ik wat foto's wilde bewerken. En omdat ik uiteraard niet zo heel veel tijd heb, heb ik de foto al bewerkt en neem ik jullie mee in mijn bewerkingsproces. Ik hoop dat het snel genoeg is, want anders gaat Peter mij straks midden in mijn verhaal afkappen en dat wil ik niet. Dus Peter, ik hou je in de gaten. In totaal heb ik een uur besteed om van al deze bestanden één goede, mooie foto te maken
tenminste die ik zelf mooi vond. Ik heb gekeken naar wat Peter mij precies heeft gestuurd en deze drie zijn een setje. En als je die merged, dan heb je eigenlijk de gehele belichting, heb je niks overbelicht en ook geen dichte schaduwen. Dus dat is een goede start natuurlijk voor een technisch goede foto. Inmiddels zijn we in Photoshop en dit is de HDR-laag die we dus net in Lightroom hebben gemaakt. Ik heb de hooglichten wat teruggedaan en de schaduw wat open. Dat zit niet volledig, maar dan hebben we in ieder geval een plat bestand waarmee we aan de slag kunnen. Als ik hem uitzet, geen light trails. Als ik hem aanzet, wel light trails. En dat heb ik gedaan door een mask toe te voegen op de light trails. En die mask die staat op Leiden. Dus alleen de lichten komen dan door. En dat is eigenlijk wat je wil, want de rest was al goed. Nou, onze basis, vanuit daar kunnen we natuurlijk verder werken. Daarna ben ik gegaan naar Luminar. Ik heb wat meer de focus gelegd op het dorpje. Vervolgens heb ik wat Photoshop aanpassingen gedaan. Dat zit in deze laag. Vervolgens vond ik toch dat de light trails ietsje meer glow moest hebben. Dat is deze laag. Dus als ik die aanzet, ja, dan zie je als het goed is ietsje meer glow. Niet te veel. Daarna toch nog wat Photoshop aanpassingen. Wat ik jammer vond was dat de zon net niet boven de bergen staat, waardoor eigenlijk mijn belichting misschien niet klopt, omdat de zon nooit het dorpje kan bereiken. Vervolgens hebben we de lucht wat aangepast, want ik vind het jammer dat hier helemaal niks zit en hier wolken. Ik heb niet de lucht vervangen op zich, maar wat ik wel heb gedaan is ik heb deze lucht heb ik doorgetrokken naar links. En dat is op deze manier. Vervolgens heb ik toch nog wat gedaan aan de light trails, want die vond ik toch ietsje te min eigenlijk. Ik wilde die iets meer benadrukken. Dat is dan deze laag. En vervolgens heb ik nog een finishing touch laag. En als ik die aanzet, ja, dan zie je wel wat veranderingen. Want ik wilde ietsje meer lage tonen. Ja, je hebt hier best wel mooie bergen natuurlijk. En daar zag je niet zo heel veel van als het één grote massa is, zoals aan de linkerkant. Dus ik heb daar ietsje meer belichting in gebracht. Ietsje meer soort van nevelachtig iets. Vervolgens ben ik teruggegaan weer naar Lightroom. Dus ik neem jullie weer even mee terug naar Lightroom. Dit is het bestand die we net hebben bewerkt in Photoshop. Ik vind eigenlijk de blacks nog steeds iets te veel eerlijk gezegd. Dus die wil ik eigenlijk wel echt opengooien, zoiets. En ik denk dat we dan wel een mooi bestand hebben. Daarna ga ik meestal kijken wat ik voor uitsneden eigenlijk wil. Ik weet dat het raar is misschien, want normaal wil je editen op de uitsneden die je van tevoren hebt bedacht. Dus de uitsneden die ik had bedacht was ietsje meer van het dorpje zelf. Dus ietsje meer inzoomen. Net die wolken er wel bij. En als je dan gaat kijken wat het waarschijnlijk goed zou doen op Insta, is natuurlijk een foto in portretmodus, 4x5 is dat. En dan kom je uit op zoiets. En precies het dorpje natuurlijk op de lijn van de gulden snede. Net de wolk erbij, zodat het niet helemaal leeg is bovenin. De light trail er nog bij, van het begin tot het eind. Dus dit waren mijn bewerkingen. Het is heel snel gegaan en ik hoop dat het enigszins duidelijk is hoe ik dit heb gedaan. Zo niet, schrijf het hier onder de video, dan zal ik de vragen beantwoorden. Nogmaals, Peter, bedankt voor deze uitnodiging en we gaan weer over terug naar jou. Yes, super Roy, dankjewel. En als je dus nog vragen hebt aan Roy, zet ze dan even hier beneden in de opmerkingen. En dat is natuurlijk trouwens ook zo voor alle andere edits. Als je vragen hebt of iets dergelijks, weet je wat je moet doen. Nou, wat ik interessant vind is dat Roy eigenlijk het grootste deel van zijn edit heeft gedaan in Photoshop. En daar heel erg gestructureerd in werkt met allemaal verschillende groepen en lagen. En zijn edit op die manier stap voor stap opbouwt. En het eindresultaat is natuurlijk helemaal Roy waardig. En ook slim trouwens om gelijk een goede uitsnede te maken voor Instagram. Want aangezien dat toch wel de plek is waar de meeste mensen, naar mijn idee, foto's bekijken. Of laat me trouwens weten, waar gaan jullie foto's bekijken? Instagram, Facebook? Laat het me weten. Maar goed, dankjewel Roy. We gaan snel door naar iemand die weer een heel andere insteek heeft genomen en de foto juist veel meer in Lightroom heeft bewerkt. Mag ik jullie voorstellen aan de nieuwste aanwinst in landschapsfotografen uit Nederland, hier op YouTube, Albert Lamme. Albert is een landschapsfotograaf, net zoals ik, net als veel van ons denk ik, met gewoon een hele prettige stijl, weet je. Niet te veel poespas, niet te veel gedoe, geen heftige edits of zo. Gewoon goede landschapsfoto's uit het midden van Nederland. Dus Albert, take it away. The floor is all yours. Hoi, mijn naam is Albert Lamme. En onze welbekende Peter Nolten, die heeft mij gevraagd om wat foto's van hem te gaan bewerken. En ik heb natuurlijk ja gezegd. Want het zijn mooie landschapjes, die wil ik natuurlijk wel eventjes kijken of ik daar mijn eigen kleurtje en mijn eigen tintje aan kan geven.
Ja, zoals jullie zien heb ik hier 6 foto's. In ieder geval 3 foto's met een secondentijd van 15 seconden. En dat is om de trail hier vast te leggen. Die wil ik dus eigenlijk ook vastleggen, maar dat ga ik op een andere manier doen. Ik ga me eerst concentreren op het selecteren van foto's waar ik mij wat mee kan. Dat zijn deze 2 foto's. Ik heb het idee dat ik hier wel wat meer me uit kan halen. De dynamische bereik te gaan vergroten. Ik ga hem eventjes deze bij elkaar mergen. En zie ik inderdaad dat ik hier wel tevreden mee ben. Ik ga deze mergen. Wat ik net al heb gezegd, ik wil ook een trail erin zetten. Hier eerst al een beginnende trail, maar ik wil deze trail er ook nog bij hebben. Maar het overbelichten vind ik dus niet mooi, maar dat ga ik dus oplossen door het samen te voegen, of nou eigenlijk te bewerken, in Photoshop. In Photoshop worden allebei de lagen geplaatst. En wat ik nu eigenlijk eerst ga doen, deze even bovenop hangen, eigenlijk de foto gelijk op elkaar zetten. Dus alignen. En hier gaan we het mee doen. Om de totale trail in elkaar te krijgen gebruik ik gewoon heel simpel de erase tool. Dat is helemaal prima. Dus hier ben ik tevreden mee. Hier hebben we hem. En wat ik nu eerst eigenlijk wil, is de schaduwen wat omhoog brengen. Deze moet ik hebben. De highlights even omhoog brengen. En dan zie ik al gauw dat wat tintjes van de bomen naar voren komen. Dus dat is wel heel erg leuk. De schaduw licht ik ook nog een beetje op. Ik wil hem ook nog een ietsjes koude tintje aangeven. Mm. Ook wil ik af en toe eventjes op fullscreen, zodat ik een beetje een idee heb hoe die totaal uitziet. En dan trekt al gauw me een beetje aandacht naar dit rode stipje. Dus die halen we even weg. Ik ga ook aan de slag even met de DA's. De zwarte elementen wil ik ook wel even ietsjes meer oplichten. Gaan we even naar de curves. Ik wil wel dat die wat meer contrast krijgt. En nu ga ik me wat meer focussen op de lucht. Hier ga ik eerst eventjes de highlights iets verminderen. En ook wat koude lucht erbij brengen, zodat het wat blauwer wordt. Maar ook even die haze ietsjes oplichten, kijk. Ik kijk nu alleen maar eventjes naar het blauwe gedeelte trouwens. Het oranje pak ik zo meteen op. Wat ik ook nog even kan doen. Kijk wat ik met de saturatie. Deze prima. Even kijken of ik er wat bazig kan maken. Niet al te veel. Heel klein tintje. Zo is die prima. Ik ga nog eventjes naar mijn kleuren. Omdat ik die blauwe tinten nog iets wil aandikken. Maar nu het oranje. Daar focus me niet op. Ik vind die wat te heftig. Dan ga ik ook weer even kijken hoe die in totaalbeeld is. Ja, ik vind die oranje toch nog iets te fel. Kijk, zo is die wel redelijk in balans, vind ik. Maar ik denk dat dit hem is geworden. Yes, dankjewel Albert. Misschien merk je het al wel, maar Albert heeft een compleet andere manier gekozen om zijn foto's te editen, zoals ik net al zei, ja. En als je mij vraagt, is de ene foto niet per se beter geworden dan de andere. Beide foto's zijn gewoon hele goede, mooie edits geworden. En Albert maakt denk ik heel goed zichtbaar hoe je foto's, hoe goed je foto's kan bewerken met alleen maar Lightroom eigenlijk. Photoshop gebruikt hij eigenlijk alleen maar om die light trails erin te zetten en de rest doet hij allemaal in Lightroom. Ik ben wel heel benieuwd, hij gaf ook aan hè, van als hij er meer tijd voor had gehad, dan had hij wat anders mee gedaan. Ik ben heel benieuwd hoe je dat zou zien in het eindresultaat, of dat die Luminosity Masks daar invloed op zouden hebben gehad. Maar goed, dat gaan we nu zien. Voor nu was het een hele toffe edit. Dan vind ik nu dat het mijn beurt is om jullie te laten zien hoe ik mijn foto's heb bewerkt. Oké, voordat we beginnen met mijn edit, wil ik een soort van mijn excuses aanbieden aan de rest. Ik heb iedereen namelijk 6 foto's gestuurd, maar die waren allemaal niet per se nodig. Maar goed, ik wou ze gewoon de ruimte geven om zelf te kiezen wat voor hun het beste was. Ik zelf heb maar 2 van de foto's gebruikt uit deze set foto's. Dat zijn namelijk deze foto die ik heb gemaakt voor de voorgrond. Dus hij is overbelicht, de achtergrond is overbelicht. Maar daardoor is de voorgrond wel net aan goed genoeg belicht. Kan ik daarmee aan de slag later. En ik heb deze foto gebruikt waarbij de voorgrond hartstikke onderbelicht is, maar de lucht mooi belicht is. Nou, wat ik toen ben gaan doen is om in Lightroom te zorgen dat die foto's redelijk op elkaar aansluiten. Dus voornamelijk qua kleur, dat ze goed bij elkaar passen. Dat ze dezelfde kleur blauw hebben ongeveer, dezelfde hardheid hebben. In ieder geval dat het klopt bij elkaar. De volgende stap is geweest om die 2 foto's als lagen te openen in Photoshop. En de eerste stap die ik heb gedaan is om dit rode puntje hier zo te verwijderen. Eigenlijk was het trouwens de allerlaatste, maar voor nu even de allereerste. Die vind ik afleidend, dus die heb ik verwijderd. Daarna ben ik gaan werken aan de luchtlaag.
En dan heb ik met een Luminosity Mask alleen de lucht geselecteerd. Nou, daar heb ik een beetje bij moeten werken. Die heb ik aangezet en die heb ik gezet onder of bovenop de voorgrondlaag. Dus nu heb ik een foto met twee verschillende belichtingen eigenlijk die er best wel goed uitziet als, nou, best wel ongeveer één belichting. Maar hij sluit nog net niet helemaal lekker op elkaar aan. Dus daarom ben ik aan de slag gaan met een UV saturation laag. Waarbij ik voornamelijk de belichting, of in ieder geval de verzadiging, wat hoger heb gezet van de voorgrond. Waarbij het wat blauwer werd en wat meer aansloot op de kleuren in de lucht. Daarna heb ik met een curve laag besloten om de voorgrond juist heel zacht te maken. Ik heb hem in Lightroom best wel hard geëdit eigenlijk. Maar toen ik hier in Photoshop zat, vond ik dat wat minder. En heb ik juist besloten om die zwarte wat meer op te lichten, om dat donkere wat lichter te maken, zodat de foto wat vriendelijker, wat zachter wordt of zo. Nou, toen heb ik nog met een tweede curve laag heb ik juist wat meer contrast aangebracht door een S-curve erin te maken. En daardoor springt het witte, springt de sneeuw er net even wat meer uit, komen die light trails er wat beter uit. En ja, is die verhouding gewoon net even wat lekkerder. Nou past de lucht nog niet helemaal lekker bij de voorgrond. Dus ben ik met de lucht als volgende aan de slag gegaan. Door in eerste instantie de lucht juist weer iets donkerder te maken. Ik had hem lichter gemaakt en ik heb hem nou weer wat donkerder gemaakt. En daarna heb ik die lucht eigenlijk dezelfde zachtheid gegeven als de voorgrond. En nu vloeit het allemaal mooier in elkaar over. Nou, wat ik daarna vaak doe is werken met een dodge en burn lagen. Ik heb voornamelijk de hoek rechts onderin wat donkerder gemaakt. Dat is een stuk waar het licht nog op viel. En wat veel te licht was voor die plek eigenlijk. Dus die heb ik wat donkerder gemaakt. Toen ben ik het witte in het beeld lichter gaan maken. En ook voornamelijk hier achter die berg, de mist die tussen de bergen hing, die ook nog iets lichter gemaakt. Waardoor je wat meer contrast krijgt tussen de berg in de voorgrond en de achtergrond. Ik weet niet of dat je ooit Bob Ross hebt gekeken, maar die deed dat ook altijd heel goed. Vond ik nog net niet genoeg. Dus ik heb die laag gekopieerd en hem er nog een keer opgezet. Niet met de volle 100% opacity, maar met 30%. Maar dat zorgde net voor genoeg licht in het beeld. Als allerlaatste stap heb ik de voorgrond nog net even wat donkerder gemaakt. Ik vond hem net even te licht. En zo bij elkaar. Dus door in Lightroom de lagen redelijk op elkaar te laten lijken en om ze in Photoshop goed op elkaar aan te laten sluiten en daarna creatief verder te gaan, ben ik tot dit resultaat uiteindelijk gekomen. Stiekem wou ik deze video gewoon eigenlijk maken omdat ik super blij ben met deze foto en gewoon een goede reden wil hebben om jullie deze foto te laten zien. Maar hè, ik zal gewoon even doen alsof ik dat niet heb gezegd. Ik hoop in ieder geval dat jullie hem ook ontzettend mooi vinden. Maar ook ik heb die foto dus weer op een heel andere manier bewerkt dan Albert en Roy. Er zijn gewoon zoveel wegen naar Rome, zoveel wegen naar een goede edit, zoveel manieren om tot een goed eindresultaat te komen. Nou, de volgende persoon die jullie gaat meenemen in haar edit is iemand die eigenlijk helemaal niet zo bekend is met het filmen van haarzelf. Ze heeft dat nog nooit eerder gedaan en daarom ben ik extra trots en blij dat ze mee heeft gedaan aan deze video. Ze maakt prachtige foto's in en om Rotterdam waar ze woont, van de stad, van dieren, van eigenlijk alles maakt ze foto's. Mag ik jullie voorstellen aan Ariska. Ga je gang, Ariska. Hoi, ik ben Ariska van Ariska Photography en ik ga graag deze uitdaging aan, dus ik ben aan de slag gegaan. Waar ik mee gestart ben, is het samenbrengen van de foto's met de lightrails. Ik heb eerst deze foto's allemaal netjes uitgelijnd, zodat ik zeker weet dat deze foto's mooi over elkaar heen liggen. En vervolgens heb ik deze foto's gestekt in één foto uiteindelijk, zodat de lightrails van alle foto's zichtbaar zijn op één foto. Vervolgens wilde ik de foto met de lightrails samenvoegen met de onderbelichte foto waarbij de lucht nog heel mooi zichtbaar was. Ik heb dit gedaan in Photoshop. Ik heb hier gebruik gemaakt van een masker en een gradient filter om te zorgen voor een natuurlijk verloop. Dus op deze manier zijn deze foto's samengevoegd met de mooie lightrails en een prachtige gekleurde lucht. Vervolgens ben ik overgegaan naar bewerkingen in Lightroom
Ik ben gestart met wat algemene aanpassingen, zoals de hooglichten, het terugbrengen van de schaduwen, wat wittinten, verscherping heb ik toegevoegd, ik heb wat ruis verwijderd. Ik heb ook in het achterste gedeelte van de berg heb ik wat nevel verwijderd, omdat het ja, een beetje heilig uitzag. Vervolgens heb ik de linkerkant van de foto iets meer opgelicht, omdat ik hem vrij donker vond. Vervolgens heb ik met een luminantiemasker de sneeuw wat witter gemaakt en wat lichter, zodat het toch wat meer opvalt. Hetzelfde heb ik gedaan met de lightrails. Ik heb hier ook een wat gelig en oranje toon toegevoegd, zodat het er net wat meer uitspringt. Vervolgens heb ik een wat aqua kleurtoon toegevoegd aan de foto en wat blauwere schaduwtinten. Er ligt tenslotte sneeuw, dus ik wilde dat wat koudige effect ook wat meer uitstralen. Vervolgens heb ik wat paars toegevoegd aan de lucht. Ik vind dat zelf altijd heel erg mooi met zonsopkomst of zonsondergangen, dat er wat paars in de lucht zichtbaar is. Dat was ook wel een originele foto, maar dat heb ik er net wat meer laten uitspringen. Ten slotte heb ik nog met een radiaal filter in het midden van de foto gezorgd dat het wat meer donkerder is, zodat toch die lightrails en de sneeuw er net iets meer uitspringen als het ware. Ik heb de foto ook nog wat gekropt in Lightroom. Ik heb een stukje van de linkerkant en van de onderkant eraf gehaald om de foto net wat meer in balans te brengen. Vervolgens heb ik hem teruggebracht in Photoshop, waar ik een lichtmast heb verwijderd. Die stond halverwege op de foto. Die lichtmast die leidde mij eigenlijk heel erg af. Dus toen heb ik er toch voor gekozen om hem weg te halen. Vervolgens heb ik ervoor gekozen om een wat dromerig effect toe te voegen middels Gaussiaans vervagen. Nou, dit waren mijn aanpassingen aan de foto die Peter heeft gemaakt. Ik ben zelf heel erg blij met het resultaat. Peter, ik hoop ook dat jij hem heel erg mooi vindt. En ik ben ontzettend benieuwd naar de resultaten van de andere fotografen. Oké, Rizka, nogmaals super bedankt. Ik weet dat het spannend voor je was om dit op te nemen, maar ik vind het super vet hoe je deze uitdaging met twee handen beet hebt gepakt en er gewoon iets heel goeds van hebt gemaakt. En nou ja, de trend is wel duidelijk aan het worden, geloof ik, hè? Rizka heeft haar edit weer op een heel andere manier aangepakt dan dat de rest van ons dat heeft gedaan. En ook dit is gewoon weer een heel mooi eindresultaat geworden. De voorgrond heb je denk ik heel netjes opgelicht, waardoor het niet een dichte brei wordt met alleen maar zwartig. En de kleuren van de lucht zien er gewoon super tof uit. Dat heb je heel netjes gedaan. Nou, dan als last, maar zeker niet least, mijn fotobuddy die jullie ook al eerder, al wel meerdere keren op dit kanaal voorbij hebben zien komen. Dus hij kon natuurlijk niet achterblijven. De man die klinkt alsof hij uit het oosten komt, maar eigenlijk een Rotterdammer is. Frank Anouté. Frank vind ik ontzettend goed met kleur en heeft, als je het mij vraagt, best wel een kenmerkende stijl in zijn edits. En ik ben dan ook heel erg benieuwd wat hij van deze foto van mij heeft gemaakt. Dus Frank, het is jouw beurt. Aan jou het woord. Hallo allemaal, Peter heeft mij ook gevraagd om zijn foto's te bewerken. En dat heb ik ook gedaan. En als eerste heb ik natuurlijk al zijn foto's ingeladen in Lightroom. En wat ik daarna ben gaan doen, omdat het een HDR-foto is, er zijn meerdere belichtingen van dezelfde foto, heb ik gewoon de HDR-modus in Lightroom gebruikt en eens even te kijken wat dat zou gaan doen. En als je goed kijkt naar deze foto, dan zie je dat je hier en daar wat last krijgt van ghosting. En ghosting is eigenlijk dat er bewegende delen in de foto zitten en Lightroom daar niet helemaal precies weet mee wat hij daarmee moet doen. En daardoor krijg je wat rare, vreemde vegen en vlekken. Voor de weg vind ik dat geen probleem, want ja, daar krijg je wat mooie light trails van. Dat is prima, alleen voor de lucht vind ik dat wel een probleem, want dat ziet er gewoon niet uit, dat klopt gewoon niet. Dus ik heb opnieuw de HDR-functie geopend in Lightroom en vervolgens ben ik gaan spelen. Ik laat zien waar die bedekking voor dat ghosting of schimmer, zoals het heet, zit. En ik kijk wat dat doet bij normaal en wat dat doet bij laag. En dat is eigenlijk precies wat ik wilde hebben. Meteen ook het nadeel daarvan, want als je terugkijkt dan naar hoe het resultaat geworden is, dan zie je dat ik een beetje een vreemde vlek krijg in de lucht. Gaat goed komen dadelijk, maar goed, die zit er nu even in. En eigenlijk wat ik vervolgens ben gaan doen is gewoon het gaan spelen met de verschillende schuifjes. En een van de dingen die ik daarbij doe is dat ik een selectie maak van de lucht en een selectie maak van de
rest eigenlijk. En hoe doe ik dat? Nou, door de slimme filters die ondertussen in Lightroom ingebouwd zitten, kan ik heel makkelijk een selectie van de lucht maken. Want ik kies namelijk voor de selecteer tool. En vervolgens kan ik daarbij kiezen voor lucht selecteren. Dan hebben we dus de selectie van de lucht gemaakt. En hier ga ik eigenlijk meer gewoon de kleuren aanpassen. En dat doe ik puur alleen maar te kijken naar wat ik mooi vind. Dan ga ik zeggen, oké, ik heb nu de lucht. En nu ga ik me eigen bezighouden met de rest van de foto. In eerste instantie dacht ik, nou, ik vind dat blauwe vind ik wel mooi. Het is avondlucht, het is blauw. Maar toch, ja, ik weet niet. Ik ben er toch een beetje, ik moet er toch een beetje mee gaan spelen. Wat helderder, wat donkerder. Ik wil hem niet te rood hebben. Nou, zo ben ik een beetje mee gaan spelen. Uiteindelijk heb ik dat blauwe helemaal losgelaten. En ben ik gewoon weer voor het meer witte, voor de meer witte kleur gegaan. En dan krijg je dus een beetje dit effect. Nou, ook nog een klein beetje gekropt. Omdat ik toch de krop dan net iets anders dan toch beter vind. Dan kijk ik altijd naar of de uitsneden die ik heb, of die zo behouden, of dat ik die nog iets anders wil hebben. Uiteindelijk, zoals gezegd, moet ik nog iets doen met de lucht. Want ja, die lucht, die vlek aan de linkerbovenhoek, die zit er nog steeds in en die moet eruit. Uiteindelijk, deze foto geopend in Photoshop. En het eerste wat ik dan doe in Photoshop is dat ik een kopie maak van de originele laag. Want dan kan ik namelijk altijd weer terugvallen naar het origineel. Kies ik ook weer hier met de retoucheer tool om te kijken, oké, wat doet hij dan als ik dit automatisch laat gaan doen. Nou, daar komt dan wat uit. Maar ook hier is niet echt het effect wat ik gewenst had. Ja, dus ook hier gaat het niet helemaal goed. Dus ik kan die laag, die kopie die ik heb gemaakt, die kan ik heel makkelijk uitgooien. Ik kan een tweede kopie maken, vervolgens ga ik weer op een nieuwe laag weer opnieuw proberen. En dan deze keer doe ik dat dan met de clone stamp tool. En dat doe ik dus in de lucht en hier ga ik dus een beetje mee spelen om te kijken, oké, kan ik die rare vlek eruit halen zodat het niet meer opvalt dat het zo'n rare vlek is. Nou, en uiteindelijk heb ik dat verder gedaan. Ik in de rechterbovenhoek zag ik nog een klein stukje waar nog niks zat. Dus dat vul ik helemaal mooi op, dat de foto weer helemaal gevuld is. Dat er geen rare witte delen in zitten. Ja, dus dit is mijn resultaat geworden. En ik ben heel benieuwd wat de andere creators daarvan gemaakt hebben. Yes, dankjewel Frank, dankjewel. En ook hier weer een supermooie edit waarmee je niet helemaal hebt gedaan wat ik hard van je had verwacht trouwens. De zwarte delen van de foto zijn juist heel donker. Ik heb het idee dat je die normaal een beetje plat drukt. Maar nu heb je er juist voor gekozen om die light trails er beter uit te laten komen. Dus ja, groot gelijk om het zo te doen. En super bedankt dat je in je drukke schema hier tijd voor hebt willen maken. Dat waardeer ik echt ontzettend. Nou, laten we het eens hebben over wat we hiervan nou eigenlijk kunnen leren. Nou, wat denk ik het belangrijkste is om mee te nemen uit deze video, is dat er zoveel verschillende manieren zijn om je foto te bewerken. Er is niet één geweldige manier die het beste is, die je altijd moet volgen. Wat wel belangrijk is dat je weet waar je mee bezig bent en dat je edit bewust doet. Dat je een reden hebt om je zwarte bijvoorbeeld wat lichter te maken of om ze juist donkerder te maken, om die light trails eruit te laten komen of om een wolk langer te maken of wat dan ook. Denk goed na over je edit. Maar maak je vooral dus niet te druk over de manier waarop je edit en of anderen het misschien beter doen. Maak je vooral druk om hoe het eindresultaat eruit ziet. Het maakt niet uit hoe je er komt. Niemand gaat daar ooit naar vragen. Nou ja, misschien een andere fotograaf die erin is geïnteresseerd, maar het gaat vooral om hoe de foto er uiteindelijk uitziet. En hoe je daar dan komt, lekker belangrijk. Om welk effect de foto heeft op de kijker, daar gaat het om. Niet om hoe je tot het resultaat bent gekomen. Nou, en daarmee is dit wel mooi geweest voor vanavond. Zorg dat je de links beneden checkt. Ga eens kijken op de kanalen van Ariska, van Frank, van Roy en van Albert. Ga ze ondersteunen. Ze hebben super tof werk, super goed werk geleverd. En ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag aanstaande zondag weer bij een nieuwe vlog. Lekker buiten in de natuur. Hai.